Twee voetgangers hebben zondagavond een 76-jarige automobilist uit Drachten en zijn 85-jarige passagieren uit het water gehaald. Door nog onbekende oorzaak was de man met zijn auto op de Berglaan in Drachten te water geraakt. Het duo raakte niet gewond en kon met behulp van de twee voetgangers uit de auto komen. Vervolgens werden de twee opgevangen door het ambulancepersoneel die hen naar huis brachten. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig uit het water gehaald.